Dit is Drenthe Nu van maandag 10 juli. Met onder meer neerschieten wolf zorgt voor zowel begrip als kritiek. Oud-brandweerman krijgt gelijk, gemeente Emmen aansprakelijk voor PTSS. En wielrenner Elmar Reinders blikt terug op zijn eerste Tourweek. Een paar stevige buien maakten gisteren in de namiddag een einde aan een tropisch weekend. Maar gelukkig geen einde aan de zomer. Zo dadelijk meer over het weer. Goedenavond. De doodgeschoten wolf in Wapse blijft de gemoederen bezighouden. Animal Rights en de faunabescherming doen aangifte en mogelijk volgen er meer partijen. In de Haagse politiek wordt inmiddels om meer actie tegen de wolf gevraagd. Het was burgemeester Riekes Jager van Westerveld die gisterochtend besloot tot het doodschieten van de wolf. En hij staat nog volledig achter dat besluit. Daar ben ik heel duidelijk over. Op dat moment kon je geen ander besluit nemen. Er is een provinciaal protocol hoe om te gaan met de wolf. Maar volgens burgemeester Jager staat daar niet in hoe te handelen in deze specifieke situatie. Er is nergens iets wat voorziet in een situatie dat de wolf de veiligheid in gevaar brengt op het moment dat hij binnen een wolf weer een raster zit. En wat moet je dan gaan doen op het moment dat hij dan ook al mensen heeft aangevallen? Gaat hij dat herhalen buiten het raster of niet? Dat is dan de afweging die je moet maken. Daarover staat niks in het protocol. Wat je uiteindelijk kunt zeggen is dat er kennelijk sprake is geweest van extreme uitbarsting. En daar moet je het dan op dat moment bij laten. En veel meer kan ik daar op dit moment ook niet over zeggen. Er is ook kritiek op het besluit van Jager. Onder andere de faunabescherming doet aangifte tegen de burgemeester en de gebeten hobbyboer. En vervolgens heeft die burgemeester ook in strijd met de wet besloten laten we hem maar afschieten. Die mogelijkheid had hij helemaal niet volgens het wolvenprotocol en die mogelijkheid had hij ook niet volgens de natuurbeschermingswet. De wolf was al langer onderwerp van gesprek in Wapse en omgeving. Maar dat de wolf nu een persoon bijt, dat is nieuw. En dat zorgt dus voor geschrokken reacties in het dorp. Er zijn mensen die zeggen, ja, zie je wel, dit is een bewijs dat Nederland te dicht bevolkt is en dat de wolf hier dus niet thuis hoort. Er zijn ook mensen die zeggen, ik liep liever 's avonds niet al alleen door het bos, maar nu ik dit weet, al helemaal niet meer. Op het dorpsschooltje hier in Wapse werd vanmorgen wel even kort gesproken over het incident van gisteren, maar merken ze dat kinderen niet per se heel veel angstiger zijn. Wat wel opvalt bij de inwoners is dat ze merken dat het verhaal gisteren kantelde. Dus dat niet zozeer de man het slachtoffer was van het incident, maar de wolf. Nou, gisterochtend eerst was natuurlijk dat zoiets hier in het dorp kan gebeuren, dat een persoon gepakt wordt. Wat, als je de rest van de media beluistert, dan is het al een heel aantal jaren of een zeldzaamheid of weinig voorgevallen. Maar in de loop van de dag kantelde het, of de berichten in ieder geval, dat verschillende organisaties, met name op het gebied van dierenwelzijn, er toch een andere draai aan gaven. En dat gaf ons toch wel een bepaald soort verontwaardiging, verbijstering. Dan denk je van, dit is eigenlijk de wereld op zijn kop. Deze zaak laat burgemeester Jager in ieder geval niet onberoerd. Als je terug moet voeren op je hele carrière en zo, dan denk ik dat dit een van de moeilijkste beslissingen geweest is. Nou, burgemeester Jager kan op dit moment niet ingaan op de juridische stappen die tegen hem of de gemeente worden genomen. Na 20 jaar strijd is er eindelijk erkenning voor oud-brandweerman Ruud Lohuis uit Emmen. Door 25 ernstige incidenten bij de toenmalige beroepsbrandweer van Emmen leidt hij aan PTSS, een posttraumatische stressstoornis. En volgens het hoogste rechtscollege voor ambtenaren is de gemeente Emmen daarvoor aansprakelijk. Ja, wat gaat er dan door je heen? Weet je, dat is heel veel emotie. En eigenlijk een stukje onbegrip. Voor iets wat je jaren voor hebt gevochten, waar je niks aan kunt doen, waar geen erkenning voor was. Ja, dan moet eerst een plek krijgen. En dat is er nog niet. Meer dan 20 jaar zoekt de 63-jarige oud-brandweerman erkenning voor alle trauma's die hij tussen 1982 en 1993 meemaakt. Hij krijgt een kort lontje, verliest zijn baan en zijn gezin. En later blijkt dat hij een posttraumatische stressstoornis heeft. Maar de gemeente, destijds de baas van het brandweerkorps, voelt zich niet aansprakelijk. Lohuis vecht door tot aan het hoogste rechtsorgaan voor ambtenaren. Met succes, al voelt het niet als een overwinning. Omdat alles weer naar boven komt. Weet je, door dit hele gebeuren is natuurlijk wel mijn hele leven overhoop gehaald. Ik ben mijn gezin verloren, ik ben vrienden verloren. Ja. Eigenlijk, het staat allemaal op zijn kop. En nu krijg je eigenlijk na 20 jaar krijg je een antwoord.
van het hooggerecht dat het wel zo is. Dat je wel een erkenning krijgt. Hij krijgt als brandweerman en duiker tik op tik door 25 incidenten. Zoals lichamen uit te water geraakte auto's halen en een politieman die onder zijn ogen sterft. Hoe de leiding met zijn klachten omgaat is slecht. Je doet er niet toe. Het was niet belangrijk genoeg. Ik voelde me eigenlijk als iemand die iets had beleefd, erkenning wilde. Maar bij de gemeente, je moest stoppen met zeuren. Dat werd gewoon keihard gezegd. De zaak van Lohuis opent ook de weg voor erkenning voor andere medewerkers van hulpdiensten die met zware incidenten te maken krijgen. Want dat het simpelweg bij het werk hoort, daar denken de rechters nu anders over. Eigenlijk vind ik dat het belangrijkste. Weet je, dat er nu ook eens een keer gekeken wordt naar mensen die dan mis hebben geschoten, niet gehoord zijn. En wat dan in de toekomst komt, dat die nu wel gehoord worden. Dat het wel zeker een PTS kan opleveren als het gerelateerd is aan je werk. Hij gaat nu voor schadevergoeding voor al het leed. Of het lukt is nog de vraag, want de gemeente Emmen wil niet reageren omdat de zaak nog loopt. Het spuitverbod in de lelieteelt in Boterveen bij Dwingelo is deels van tafel. Lelieteler Joling mag van het gerechtshof 4 soorten bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken op zijn akker. Omwonenden van het lelieveld wonnen vorige maand een rechtszaak over het spuiten van bestrijdingsmiddelen. Ze vrezen voor ernstige gezondheidsproblemen. Het hof oordeelt nu dat 4 middelen nog wel gebruikt mogen worden. Voor andere beschermingsmiddelen blijft het verbod de rest van dit jaar gelden. Bolleteler Joling zegt in een reactie blij te zijn met de uitspraak, al vindt het bedrijf het merkwaardig dat de andere middelen verboden blijven. Voor de omwonenden voelt de uitkomst van het hof als een overwinning, al hebben ze wel wat vragen. We hebben de uitspraak eerst gelezen en toen zagen we dat het vonnis van de rechtbank werd vernietigd. Daar zijn we van geschrokken. Maar als we dan doorlezen, dan zien we dat 90% van de gewasbeschermingsmiddelen die de teler oorspronkelijk wilde gebruiken en gebruikt heeft op dit terrein, dat die verboden zijn en verboden blijven. En dat vinden we heel positief. Een van de vragen die we hebben is, wat staat ons de komende periode te wachten? Want de middelen die op de akker gebruikt gaan worden, hoe schadelijk zijn die voor onze gezondheid? Moeten we alsnog 1 tot 2 keer per week binnen blijven en binnen zitten? Dat is allemaal nog niet bekend. Gaan we naar de sport, want het is een rustdag in de Tour de France. En daarmee ook voor onze Drentse deelnemer Elmar Reinders. De man uit Assen debuteert dit jaar en mag dus terugkijken op zijn eerste week in een grote ronde. Hoe bevalt je rustdag? Nou, we hebben nog niet veel rust gehad. Wat is dat dan? Is dat media of is dat vooral fietsen ja, nog? Ja, media en fietsen, alles. Nee, het is ook wel leuk. Ja, het is ook hectisch, maar het is ook leuk. Op zijn 31ste heeft Reinders al een wielerleven aan ervaring. Zoals hier tijdens de voorjaarsklassiekers. Maar de Tour de France is toch wel iets anders. Ja, maar het is gewoon groot. Er komt superveel publiek op af. En media zeker. Merk je dat als renner ook echt? Ja, dat merk je zeker. Alle ploegen nemen mensen mee voor pers. Dat kan gewoon niet zonder. Als knecht van sprinter Dylan Groenewegen rijdt Reinders soms wat anoniem door het peloton. Maar hier in Emmen kijken ze extra goed naar hem uit. Een week voor de Tour heb ik Elmar gevraagd om een snelpak van zijn ploeg. Elmar vond het een beetje gek waarom ik dat vroeg. Maar ik had het idee om een speciale etalage voor Elmar in te richten. Om Elmar toch te eren. Elmar was als jongere kind aan huis in deze wielerwinkel. Al bij de opening stond hij vooraan. Ja, kijk, hier staat Elmar heel geïnteresseerd te kijken. En ja, goed, ik denk dat hij nou na 23 jaar wel zijn droom heeft waargemaakt. Dat is toch wel heel uniek, ja. De Tour wordt hier op de voet gevolgd. En hier zijn ze ervan overtuigd dat het beste nog gaat komen. Ik ga ervan uit, Elmar is iemand die een opdracht krijgt en die gaat hem ook aan en die volbrengt hem ook. Dus ik denk wel dat Elmar zijn dingetje doet in de Tour. Ja, de doel is top 5 met Yates en als alles goed valt misschien zelfs podium. En zeker een rit winnen met Dylan. Ja, en dat zit er nog wel in? Dat zit erin. In Zwichelte was het vandaag, ja, net als in de rest van Drenthe trouwens, prachtig zomerweer. Flink wat zon en hele aangename temperaturen. En dat zomerweer, dat hollen we nog even de komende dagen.
Ook vanavond ging de zon nog best een pose. En uiteindelijk dan giet het natuurlijk onder en zwakt de wind wat af. Het wordt mooi rustig, het wordt ook helder. En de temperatuur die zakt uiteindelijk nou zo'n 14 graden. Morgen, de dinsdag, begint dan ook weer met flink wat zon. In de loop van de morgen en de middag weer wat stapelwolken. Het blijft al op de meeste plekken drogen. En de zuidwestenwind die haalt warme lucht toe aan. Het kan zo'n 27 tot 29 graden worden. Morgenavond dan neemt de bewolking toe. En in de, later op de avond of in de nacht dan kunnen er weer een stuk wat stevige buien vallen. Woensdag is dan ook meteen een stuk minder warm dan morgen. Wel hetzelfde weerbeeld ongeveer, zon en bewolking die elkaar wat afwisselt. Misschien nog een verdwaalde bui, maar de temperatuur is zakt nou zo'n 22 graden. En daarbij is dit ook een stevige wind uit het westen. Donderdag een beetje hetzelfde verhaal, ook dan zo'n 22 graden. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Misschien een verdwaalde bui, maar dat zal niet veel voorstellen. En vrijdag, dan draait de wind weer bij naar het zuidwesten. En dan komt meteen weer naar de temperatuur. Die giet dan weer naar boven, dan zo'n 24, 25 graden. Dus allemaal al een beetje gejojo van de temperatuur de komende dagen, maar de zomer die blijft. Het is een prachtig terrasweer. En tot zover het Drentse nieuws. Meer is te vinden via onze app en op rtvdrenthe.nl. En daar vindt u ook het sportnieuws. Lees er bijvoorbeeld over een flinke tegenslag voor atlete Britt Weerman uit Assen. Drenthe Nu is er morgen weer. Graag tot dan en een fijne avond.